De stichting SUEID heeft vanmorgen een persconferentie gehouden om de samenleving te informeren over de SUEID Giwang Anu campagne 2017. De stichting start op 10 december met hun inzamelingsactie. Volgens Giwani Zeggen, voorzitter van de stichting, zal de inzameling 12 dagen duren en de focus dit jaar is vooral op projecten die betrekking hebben op kunst, sport en cultuur. We hebben altijd zo gewerkt dat wij als bestuur projecten hebben geïdentificeerd en zeggen van dit zijn de projecten waarvoor we gaan inzamelen. Dit jaar gaan we het anders doen. Wij roepen organisaties of mensen of verenigingen die denken een duurzaam project te hebben dat te maken heeft met kunst, sport of cultuur, roepen we op om zich aan te melden bij ons, een project in te dienen. Als het om een bouwproject gaat, willen we graag een offerte zien van een aannemer. Gaat het om het aankopen van, muziekinstrumenten, dan willen we een offerte zien van wat die muziekinstrumenten kosten. Wij gaan dan na de inzamelingsactie, gaan wij als bestuur kijken naar alle aanvragen die zijn binnengekomen. En een besluit nemen van dit zijn de projecten die we gaan doen. Waarom we voor deze methode hebben gekozen? Kijk, als organisatie kan je niet alle projecten zelf identificeren. En wij maken dan een keuze. En dan heb je altijd een instelling die zegt van maar waarom hebben jullie niet voor ons gekozen? Of wisten jullie niet dat wij er ook zijn? Sydney Groenberg, penningmeester van de stichting, zei dat vorig jaar verschillende projecten zijn uitgevoerd die betrekking hadden op seniorenburgers. U hoort ook Asghar Kosker, bestuurslid van de stichting, die aangeeft waarom er dit jaar is gekozen voor een nieuw arrangement van het Giwang Anu SUEID lied. We hebben in totaal 315.000 SRD opgehaald ongeveer en dat is besteed aan 14 tehuizen die werken met seniorenburgers. Ik ga ze even opnoemen. We hebben voor het Blauwe Nest bestraat, u moet u voorstellen, seniorenburgers komen daar op en neer en op zand met een rollator of met een rolstoel gaat niet, dus dat hebben we bestraat, de inrit. Het Fatima-oord, hun waterinstallatie is geüpgraded, ze hebben ventilatoren gehad en ook aan de verlichting daar is er gewerkt. Pararelax Club heeft een kamer erbij gebouwd en dat is geen kleine kamer. Dat is een mooie kamer waar is een kamer waarbij ze dus meer mensen kunnen opvangen nu. Je hebt ook een ander tehuis op Para, dat is Care for You. Zij hebben een keuken erbij. Van het BOG zijn er regels. En een van de regels is een goede keuken als je seniorenburgers opvangt. Waarom? Omdat we verschillende meningen van mensen hebben gehoord, verschillende ideeën. En het is natuurlijk ook goed dat we het elk jaar anders proberen te doen. En daarom hebben we besloten om een origineel lied te maken. Een origineel arrangement en natuurlijk ook originele teksten. We hebben een arrangement van een populaire muziekstijl gebruikt. Dat is gemaakt door Jim Westphal van Westland Studios Music Steroids. En de artiesten hebben ook eraan meegewerkt. De artiesten hebben hun eigen teksten geschreven. Dat waren de bestuursleden van de stichting SUEID. Ze spraken vanmorgen op een persconferentie van de stichting bij Radio 10.